De vakcentrale C47 zal niet toestaan dat medewerkers van de Surinaamse Postsparbank op een rancuneuze manier worden behandeld door de directie van de bank. Dit benadrukte Robbie Berenstein, voorzitter van de vakcentrale, vandaag op een persconferentie. De afgelopen dagen zijn 3 medewerkers van de bank, onder wie de ondervoorzitter van de bond, op non-actief gesteld. Het drietal is de wacht aangezegd omdat ze worden gezien als de mogelijke klokkenluiders die informatie over mogelijke corruptie binnen de instelling hebben gelekt. Daarbij zouden miljoenen euro's, US-dollars en SRD's zijn ontvreemd. De op non-actief gestelde medewerkers mogen met behoud van salaris voorlopig thuisblijven. Berenstein is niet te spreken over deze ontwikkeling en zegt dat C47 de autoriteiten zal aanschrijven om haar misnoegen kenbaar te maken. De vakbondsman merkt op dat de rechten van werknemers ten alle tijde beschermd moeten worden. Er zijn mensen op non-actief gesteld. We eisen dat die mensen in ere moeten worden hersteld. Ja. Je hoort alle soort verhalen en verdachtmakingen, beschuldigingen. Daar ben je niet meer in limbo. Ja, hoe mensen eruit getrapt moeten worden en zo. Het raam moet worden gegooid. Men moet ervoor zorgen dragen dat de klokkenluiderspositie van werknemers beschermd is. En blijf. Ik noem je allemaal een aantal aspecten die in dat schrijf gaat voorkomen. We hebben nog niet geformuleerd, maar dus dat is het besluit dat we daar net hebben genomen. Dat we geen, niet dit type willen worden wat ik eerder zei, van crisis. In dit geval binnen de financiële sector. Berenstein zegt verder dat de directie van de SPSB het accent van de mogelijke financiële malversaties binnen de bank wil verschuiven naar zogenaamde foute handelingen van de werknemers. Volgens hem is de procureur-generaal, met ondersteuning van terzakendeskundigen, de enige die een betrouwbaar, onafhankelijk onderzoek kan doen. Met de aankondiging en het klap en het ministerie. Nee, accountantskantoor, Lutschmanisme. We weten niet, als daar die onafhankelijkheid gegarandeerd is. Los van het feit dus dat de zaken die onderzocht moeten worden, onduidelijk en wat ons betreft niet valide zijn. Ja. Dus dat is de verklaring die waarmee wij gaan uitkomen, althans het zijn de eisen die we gaan stellen aan de autoriteiten, omdat we vinden dat onze belangen en als werknemer, maar ook als deelnemer binnen de financiële sector beschermd moeten zijn. De voorzitter van C47, Robbie Berenstein, vandaag op een persconferentie. De vakcentrale zal opkomen voor de medewerkers van de SPSB die op non-actief zijn gesteld door de directie.